wat heb ik deze dagen een paar mooie pakketjes binnengekregen. Dus één van deze kan van jullie zijn. Hallo mensen, tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. En oh man, wat heb ik deze dagen een paar mooie pakketjes binnengekregen. Niet alleen heb ik dit ontvangen. Battle Styles boxen. Dit zijn 6, zoals jullie zien, Elite Trainer boxen van Battle Styles, de nieuwe Pokémon dingetje. 6 stuks, 3 van beide. Die heb ik gisteren ontvangen. En kijk eens wat er vandaag binnen is gekomen. Een videokaart G60, 3060, GeForce. Ik ben blij. Dit ding kostte aardig wat centjes, maar daar krijg ik wel wat voor. Dit was ook wel aardig duur. En voor de mensen die zich afvragen, de giveaway. Ik ga niet 1, maar 2 van deze boxen weggeven aan jullie kijkers. Dus 1 van deze kan van jullie zijn. Dit is allemaal gewoon uit mijn eigen zak, is mijn eigen geld. Als jullie een beetje een idee hebben voor hoe duur dit is. Nou, weet je ongeveer wat de waarde is van zo'n giveaway? Aardig veel. Ik krijg niet gesponsord, niks. Het is allemaal echt gewoon mijn eigen geld. Dus ja, maar ik denk als we de 1000 abonnees hebben bereikt, kan misschien even sturen, ik weet het niet, maar misschien motiveert het wel even. Als we de 1000 abonnees hebben bereikt. Waarom is deze doos oranje eigenlijk? Of lijkt dat maar zo? Nee, hij is wel een beetje oranje. Nou, jullie krijgen gewoon een rode dan, denk ik. Maar in ieder geval, dat ga ik dus weggeven aan 2 mensen van jullie. Hè? Dus niet 1 iemand krijgt 2 van die doosjes. 2 mensen kunnen 1 doos winnen. Dus mooier kan ik het niet meer maken. Het kost aardig wat, maar ik heb het er wel voor over. En die andere 4, 1, 2, 3, 4 ga ik gewoon openen op mijn kanaal. Binnenkort, nu, met deze nieuwe videokaart. Nou, op zich had ik die niet echt nodig voor Pokémon openingen. Maar ik ga misschien, wil ik dan streamen wat ik vorige keer ook zei in de video. Ik wil andere dingen doen, dus dan kan ik dit soort Pokémon dingen gewoon online op Twitch streamen. Ja, en gewoon ook spelletjes spelen, noem maar op. Ja, ik ben in ieder geval super blij dat dit binnen is. Sommige dingen zijn volgens mij gewoon gedelayed. Jammer genoeg van Battle Styles die ik bezorgd had, of besteld had. Sommige zijn gewoon helemaal gecanceld, sommige orders. Oh, gekhuis. Maar we hebben nu in ieder geval weer iets moois binnen. Ik dacht trouwens dat er 10 pakketjes in zaten. Maar het zijn er dus 8. 8 pakketjes per doos. Ik dacht 10, maar het zijn er 8. Verder is krijg je nog 65 hoesjes. 54 energiekaarten. Een player's guide. Nou, maakt niet uit. 6 damage counters. Dat gaat er gewoon om als je het spel wil spelen. Zeg maar de dingetjes. Maar verder is 8 pakketjes van Battle Styles. Deze hele doos kan van jou zijn als je bent geabonneerd. En bij de 1000 abonnees ga ik het echt daadwerkelijk weggeven. In ieder geval, dit, ja, heel blij mee. Deze ook heel blij mee. En binnenkort zullen jullie die openingen gaan zien. Want ik ga denk ik vandaag nog wat meer dingen bestellen. Zoals een camera mount, zodat die je op vast kan zetten. Hier mijn camera op kan doen. En dat jullie vanaf bovenaf kunnen kijken wat ik open, om het zo maar te zeggen. Dus dat zou heel tof zijn. Ook wil ik een microfoon mount, dat ik hier ook alvast kan zetten. Microfoontje, up, als ik dan opneem. Pff, ja, wat doe ik allemaal niet. Ja, spendeer heel veel geld eraan uit mensen. Dus alsjeblieft help me. En ja, ik hoop gewoon tot het jullie ook helpt. Misschien om te abonneren voor de giveaway te winnen. En that's it. Dus nou ja, doe alvast een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren natuurlijk. En ja, gek huis. Ik hoop dat er meer pakketjes binnenkomen van Battle Styles. Maar dan moet ik nog even een beetje achteraan mailen van hoe dat zit met die orders. Want het kan ook zijn dat die pas een stuk later binnenkomen. Dus dat zou heel jammer zijn, maar we hebben hier goed. In ieder geval, ik ben net van werk. Ik ga nu lekker douchen en dergelijke. En dan ga ik achter de computer zitten. Dus dat was in ieder geval even de intro van de video. Duurt al aardig lang, maar hey, het is even voor jullie allemaal. Laat het duidelijk zijn. Die giveaway, het is nu binnen. En misschien voor de mensen die op gewacht hebben. Nu weten jullie wat jullie kunnen winnen. Nou, ik ga lekker douchen en dergelijke. En ik denk dat jullie mij vanavond wel weer zullen zien. Nou, we gaan avondeten. En ja, dat zie je niet op de camera, maar het staat helemaal blauw hier. Is de vis aangebrand? Ja, het is echt helemaal, staat als blankje. Niet normaal. Oh.
Lekker gedoucht. Oh, helemaal zee. Tot zo weer. Hallo mensen. Werkweekend is al voorbij. Morgen ben ik vrij. En dan ga ik even naar iemand toe. Waarschijnlijk wat oude spelletjes spelen. Want hij heeft een Dreamcast omgebouwd en dergelijke. En hij heeft volgens mij ook nog wel wat Pokémon kaarten waar ik even gewoon naar kan kijken. Ik ben nu ook op stream aan het kijken. Deze gasten. Die zijn 46 uur live al. Zijn volgens mij met z'n drieën, vieren zoiets. 46 uur lang live. Alleen maar pakketjes aan het openen gewoon voor mensen die ze bestellen. En dan, ze hebben echt belachelijk veel dozen. Ik weet niet hoe ze er allemaal aankomen. Ze hebben waarschijnlijk een of andere supplier of wat dan ook. Of vroeger heel veel ingekocht en gewoon bewaard. Ik weet het niet, maar dat doen ze goed. Heel veel geld tegenaan gegooid. Maar ik denk dat ze er ook wel aardig centje mee verdienen. Weet ik wel zeker. En volgens mij gaan ze voor de 72 uur, zag ik gisteren. Maar dan moeten ze dus nu nog aardig lang. Ik heb ook met mijn pa even over gehad over al die Pokémon dingen. Binnenkort ga ik zo echt openen. Of op stream of dingetje, jullie weten het al. Maar ik zit echt naar een aantal orders te kijken. Maar ik twijfel een beetje. Want je hebt zeg maar Japanse kaarten. En die zijn best goed. Heel goed, heel netjes. Het zijn iets kleinere dozen, maar je hebt wel gegarandeerd wat betere poes volgens mij. Maar als ik dat nu aanschaf, volgens mij komen er deze maand of maanden ook weer nieuwere prints vanuit andere nieuwere sets, zeg maar. Die ik nog niet heb. Zoals Shining Fates, misschien Hidden Fates, dat is een iets oudere. En als ik die kan bemachtigen nu, die gaan denk ik sneller uitverkocht worden dan de Japanse. Ook al zijn de Japanse wel ook heel bekend, maar daar hebben ze nu iets meer stok gewoon. En de Engelsen die zijn relatief low on stock. Dus ja, dan kan je beter misschien daar je geld tegenaan spenderen. Dan dat je een hele berg Japans hebt staan. Die ook heel mooi zijn. Dus daar moet ik even over nadenken. Ja, that's it eigenlijk. Morgen dus ook naar mijn moeder. En dan hebben we dinsdag weer een cursus. De laatste van allemaal. Oh, en dan die week daarna examen. Wel spannend hoor. Wel spannend, maar we gaan ons best doen en meer kunnen we niet doen. Ik ga nu nog even lekker dit kijken en dergelijke. En dan dadelijk lekker mijn nestje in. Dus adios weer en tot morgen. Hallo mensen. Ik ben me nu aan het klaarmaken om weg te gaan. Ik had gisteren weer een dingetje. Ik zat vrijdag, was dat volgens mij vrijdag te kijken of zo ergens. Of zaterdag. En toen was er weer een nieuwe stok van iets van Shining Fates of Hidden Fates. Ik weet niet welke twee. Shining, de nieuwe. En er waren weer drie nieuwe doosjes, gewoon kleinere. Een dag later, op zondag, waren ze allemaal uitverkocht. Ja. Maar ik had ze wel kunnen kopen hoor. Maar ik twijfelde. En bij twijfel zeggen ze eigenlijk, moet je het gewoon doen. En ik had het ook moeten doen, want nu zijn ze er niet meer. Misschien komen ze nog wel bij anderen hoor. Maar ja, dat was een dompertje. Ik wilde gewoon even het geld niet uitgeven. We gaan nu even naar Bart toe. En dan daarna naar mijn moeder. Oeh. En dan is het alweer morgen tijd om weer naar cursus te gaan. Zo snel gaat dat jammer genoeg. Wisten jullie trouwens dat je niet kan veters strikken? Kijk. Normale mensen strikken hun veters op een of andere manier wat mij niet echt lukt. Ik heb het wel heel even gekund, maar dan lukt het niet strak. Kijk, de meeste mensen een soort lusje maken. En dan doen ze zoiets onder het lusje heen en dan tada. Maar nu zit hij totaal niet strak. Dus dat, hij zat wel, maar niet strak. Ik heb het zo geleerd, omdat het mij nooit lukte. Eén lusje, twee lusjes. Die doe je om elkaar heen. En klaar. Ik weet niet waarom dat wel lukt en dat andere niet. Zoals iedereen het eigenlijk gewoon doet. Geen idee, maar dat is mijn dingetje, mijn kwaaltje. Ik kan geen veters strikken. Ik heb ook geen veterstrikdiploma als het goed is. Ja, er is voor de dish. Ik ga er over een paar minuten vandoor. En dan zien jullie mij later wel weer. Zo, wij zijn thuis. Jojo. We hebben heel wat spullen meegekregen, hè? Bij mijn moeder. En ook bij Bart. Hoppa. Kijk, van Bart hebben wij wat dingetjes gekregen. Wat hele oude Pokémon stickers die jij nog had. Hij stelt niet echt scherp nog. Twee Franse kaartjes volgens mij. Yeah, mooie Gyarados, die glimt mooi. En een Venusaur. En dan ga ik waarschijnlijk nog, dan moet ik dadelijk even een beetje in mijn collectie kijken. Wat ik een beetje nodig heb van hem. Maar hij had nog wat andere leuke kaarten die ik wel gewoon wilde hebben. En die koop ik dan misschien wel. Dus ja, dan gaan we dat even regelen. Deze heb ik van mijn moeder mee. Een mooie kast. Hier ligt die plankjes. Die moet ik even erin doen. En weet je wat ik hiermee kan doen? Daar kan ik mooi de Pokémon dozen hier neerzetten. En dan hebben we een mooi dingetje voor achter de camera. Ik denk dat dat wel leuk zou kunnen worden. Hier staan nog vier tv-schermen die allemaal weg kunnen. Maar in ieder geval, we zijn lekker bezig. Ik ga
ga dit nu even, denk ik, kijken of ik dat mooi kan neerzetten en zo. En dan zien we dat dadelijk wel weer, als ik daarmee klaar ben. Joejoe! Zo, dan zijn we ook weer klaar mee. Dit is het geworden. Hier de Battlestyle boxen, 6 stuks. Twee daarvan weggeven. Champions Path boxen, die gaan gehoopt worden. Shining Fates boxen. Een speciale Pikachu box en een Battle Academy box. En de twee mappen met de kaarten erin die ik al had. Kunnen er hier nog bozen bovenop. Er kunnen nog wat doosjes ernaast. Er kunnen, ja, daaronder nog. Dus, hé, dat is hem. Nu ga ik nog even chillen. En dan gaan we morgen weer naar cursus. Joepa! Daar zijn we weer. Terug van de cursus. Het ging aardig goed vandaag. Dus kunnen we mooi meenemen voor volgende week. Als het examen eenmaal daar is. Vrijdag hebben we ook nog een soort testdagje gewoon bij ons op werk. Ik ben nog steeds heel blij met... Tadaa! De kast met de boksen erin. Ik hoop dat die ooit wat beter gevuld is. Maar op zich, dit is al aardig netjes. En dat gaat natuurlijk ooit wat minder gevuld worden. Want dan ga ik het uitpakken. Ja. Het lijkt me ook heel tof. Maar ja, het kost natuurlijk wel heel veel geld. Maar gewoon om later gewoon van alles even eentje over te houden. Dus eentje van deze. Gewoon dicht. Gewoon niet openen. Dicht. Maar ik wil deze nu wel gewoon openen. En hier ook bijvoorbeeld van. Je zou het al eventueel kunnen als ik er drie doe en eentje dicht houden. Ik ga nu lekker gamen. Ik heb Jordi al een bericht gestuurd. En dan morgen weer gewoon normale, reguliere werk. Tot en met vrijdag. Van het weekend is er weer Formule 1. Oh, daar heb ik echt zin in. Het heeft even lang geduurd. Het is super tof natuurlijk. Max ziet er goed uit al. Maar ja, je weet maar nooit natuurlijk hoe het de rest van het seizoen gaat. Dat is allemaal maar afwachten. Nou ja, dat was het middagje, ochtendje. En dan vanavond zien we je denk ik wel weer. Oeh, mijn PC heeft iets van een installatie, wat dan ook. Herinner mij dat later aan. Nu geen zin in. Doei. Godverdorie zeg. Even deze zachte. Ik ben gewoon helemaal vergeten te filmen wat later. Maar het was gewoon soep, hamburgertje, stukje paprika. Lekker stokbroodje kruidenboter. Beetje mengelmoes van allemaal. Een beetje makkelijk gewoon, maar wel lekker. Wat heb ik vandaag weer besteld? Wel Pokémon kaarten, dat zou ik liegen als ik zeg geen Pokémon kaarten. Maar ook een hele mooie microfoon met een arm. Dus echt zo'n professioneel ding. Was wel even prijzig. Maar als ik gewoon goed geluid wil tijdens de Pokémon openingen en tijdens het streamen. Moet je even wat spenderen natuurlijk hoor. Dat moet je dan wel eventjes doen. Zaterdag wordt als het goed is mijn videokaart geïnstalleerd. De nieuwe die ik heb aangeschaft. Maandag komt Rick. Die komt dan even helpen met die microfoon en zo allemaal helemaal goed doen. En weet ik wat, allemaal even wat dingetjes uitleggen over oké, dit en dit en dit en dit moet je allemaal doen. Als je begint met opnemen of als je begint met streamen, wat dan ook allemaal. Zeg maar een soort stappenplannetje maken. Jongens, als jullie het nog niet doorhebben, ik ben echt een noob met al die dingen. Ik ben echt gewoon totaal onweteloos. Je kan me alles wijs maken. Wel meer dingen trouwens, maar dit ook vooral. Dus ja, ik ben blij dat ik daar hulp kan bij krijgen. Want ik heb redelijk veel vrienden die daar wel verstand van hebben en die dat best wel kunnen. Dus dat is altijd fijn. Ja, voor de rest ook Pokémon kaarten gekocht. Dat zullen jullie ook wel zien als dat weer binnenkomt. Dus ja, jongens, kom op zeg. Als jullie nou nu nog niet overtuigd zijn om te abonneren, nog niet. Nou, dan weet ik het ook niet meer hoor. En de giveaway die eraan komt. En al, ja, eigenlijk alle effort die ik erin stop om gewoon content te krijgen voor de nabije toekomst. Kom op jongens, even abonneren, even dat duimpje omhoog. Het zou gewaardeerd worden. Ik ga dadelijk weer gamen met Jordi. En dan zit de avond alweer op. Ik denk dat ik daarbij ook gelijk ga afsluiten, maar ik ga toch niet meer zoveel doen. Ik wil jullie hartstikke erg bedanken voor het kijken. Wat ik net al zei, vergeet niet te abonneren en dat duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei!